Ik vind het gewoon heel tof om te zien. Maar voetbal interesseert mij helemaal niet. Dus nee. Ik vind het gewoon leuk als er dan toch dingetjes in zitten waarvan ik ook weet dat het buiten de norm valt. Dit soort gekkigheid eigenlijk. Ja. Arie, ben je blij dat hij terugkeert op het hoofdveld? Ja, je hoopt natuurlijk dat dit het soort romantisch sportverhaal wordt van een man die pieken beleeft, eigenlijk zijn hele carrière glansrijk doorbrengt. Dan dat dal, spectaculair dal, dat wel. En nu dan hopelijk weer opklautert. En het is zo'n briljante geest, zo'n prachtige, elegante voetballer. Ja, dat maakt nog niet een perfecte coach natuurlijk. Dat is, nee, zeker niet. En er zijn ook veel voorbeelden van spelers die gefaald zijn als coach. En andersom, hele slechte spelers die heel goed gecoacht hebben. Dus het zegt allemaal niets. Je kan bij sport altijd alleen maar hopen. Dat zijn mooie woorden. Meteen al aan het begin. Ja, heel goed, Arie. Wat doe je als de hele straat de postcode loterij wint? Jij ook al jaren meespeelt, maar er helaas iets mis is gegaan met de automatische incasso. Dat overkwam Kamal. Een half uurtje was hij miljonair. Tenminste, dat dacht hij zelf. De 21-jarige Kamal Mayhoussane speelt sinds zijn 18e mee met de postcode loterij. Maar juist deze maand had hij te weinig geld op zijn rekening staan toen de 4 loten moesten worden betaald. Ja, een extra kerstcadeautje het wel gekocht, blijkbaar. Ja. Dat is toch niet waar? 446.440 euro! Ja, Kamal, welkom. Jij dacht, ik ga ook lekker knuffelen met Quinty. Dat is niet doorgegaan. Wat in jouw analyse nu, hè, dat het even heeft kunnen indalen, wat is er misgegaan? Ja, dat is wat ik op dit moment ben uitzoeken samen met mijn advocaat. Zoals ik al ook bij Boulevard zei, we proberen nu feiten te verzamelen. Je klinkt al zo zakelijk hierover. Feiten verzamelen. Het is gewoon er onvoldoende saldo, zou ik zeggen. Nou nee, dat zijn we namelijk op dit moment aan het uitzoeken. We weten niet wat het nou het probleem is. Want de postcode loterij zegt, ze hebben het vaker geïncasseerd. En dat was niet gelukt, want er zou wat hun betreft onvoldoende saldo zijn. Jij zegt, er zaten echt tonnen op mijn rekening. Nee, uiteraard niet. Nee, dat zou ik niet. Dat er tonnen genoeg op mijn rekening staan. Kijk, ik heb gewoon een vaste baan. En ik krijg gewoon elke maand mijn geld binnen van mijn werk. Dus jij... En soms is het op. Nou, niet altijd, hoor. Je kunt ook voorzichtig zijn met je geld, hoor. Jazeker. Ben je woedend? De eerste 2 dagen waren voor mij, was ik er heel nuchter over. Omdat, het was mij gebeurd. Het was me nog niet ingezakt. Van, hey, wacht eens even. Ik verlies gewoon eigenlijk miljoenen op dit moment. Je was in shock? Ik was echt in shock. En uiteindelijk de dag daarna, derde dag, daarna ga je echt pijn. En dat voelt ook heel erg zuur aan. En toen werd je een beetje bozig op de postcode loterij? Ja, boos op de postcode loterij was ik zeker. Maar zoals ik al zei, we proberen het nou gewoon uit te zoeken hoe dit kan gebeuren. Ja. En ja, hoezo heb ik deze miljoenen? Hoe ben je die misgelopen? Ja, tuurlijk. We hebben hen gebeld en zij zeggen, en ik citeer het nu eventjes. Het is heel jammer dat Kamal zijn lot voor de kanjertrekking niet heeft kunnen betalen. We hadden hem ook een aandeel in de kanjer van harte gegund. En je hebt wel een bloemetje van ze gekregen. Ja. Nou, en ik mocht bij de buurtfeest backstage komen. Om hoeveel geld gaat het nou eigenlijk? Ja, wat had het potentieel zijn voor jou, de prijs? Wat zou het potentieel voor jou kunnen zijn, de prijs? Wat had het kunnen zijn? Praat voor 4 ton of 3 miljoen? Of... Nou, daar wilden ze niks over zeggen. Ik heb het wel gevraagd, maar daar deed ze gewoon heel moeilijk over. Maar je had 4 loten, toch? Of ik had 4 loten, waarvan eentje op een andere postcode loterij stond. En de 3 andere die stonden op mijn postcode loterij. Plus 240 kanjerpunten. Hey, en Kamal, ga je naar dat buurtfeest? Nee. Je zou het ook kunnen zien als een soort traumaverwerking, hè? Gewoon onder de mensen komen die nu miljoenen hebben. Nou, echt niet. Nee, dat begrijp ik. Sterkte met dit verhaal. Dank dat je er was. Ja, en dan het nieuws over de oplopende spanning in het Midden-Oosten. Alle kranten openen met dit verhaal, het AD. Vandaag Saudi-Arabië tergt de wereld met executies. Het parool Iran laaiend om executie-imam en NRC van vanavond. Saudi-Arabië breekt met Iran. Hoe de situatie de afgelopen 48 uur explodeerde. Dit zijn beelden die op sociale media verschijnen. Een grote menigte staat voor de Saoedische ambassade. Uiteindelijk maken Iraanse ordentroepen een einde aan de bestorming. En in Libanon reageerde Hezbollah woedend en ging een kleine groep de straat op. Saoedi-Arabië trekt zich intussen weinig aan van al deze kritiek. Het land zegt dat het veiliger is geworden sinds de executies van gisteren. En vlak voor de uitzending sprak ik met onze man in Teheran, Thomas Erdbrink. Een van de maatregelen die Saudi-Arabië heeft genomen is dat Iraniërs niet meer mogen reizen naar de meest heilige plek voor moslims, Mekka. Hoe belangrijk is dat?
Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, stel je voor dat je een heel gelovig moslim bent en je wil heel graag naar Mekka toe, dan kan dat nu dus niet meer. En dat laat natuurlijk ook zien dat, hoe de machtsverhoudingen liggen in de islamitische wereld. Want Iran kan dan wel olie hebben en een paar andere heilige plaatsen voor Sjiïten, maar de heilige plaats der heilige plaatsen, Mekka, is in handen van de Saoedische koning. Die heeft niet voor niks als bijnaam de beheerder van de twee heilige moskeeën, wat in het Midden-Oosten een hele belangrijke titel is. Maar ja, nu kunnen Iraniërs daar niet meer heen. Wat verwacht je dat er de komende tijd gaat gebeuren? Ja, kijk, dit is natuurlijk een hele moeilijke situatie. Eigenlijk, het is een situatie die al heel moeilijk en gespannen was. Ze praten niet met elkaar, ze hebben overal ruzie met elkaar. In Syrië, in Jemen, in Libanon, in Irak. En ja, dan kan het natuurlijk al snel gebeuren dat er iets plaatsvindt wat uit de hand loopt. Een gevaarlijke situatie. Thomas Erdbrink in Teheran, dankjewel. Ja, dankjewel. En aan tafel Hand en Broeke, buitenland woordvoerder voor de VVD. En Peyman Jafari, Midden-Oosten deskundige verbonden aan de UvA en Iraniër van oorsprong. Peyman, ik begin even bij jou. 47 executies en dat op één dag. Dat was ook voor Saudi-Arabië een record. Niet zo slim als je ziet wat de reacties zijn die het uitloopt. Nee, geen goede opening van 2016. Nee. En ook als je bedenkt dat ze in 2015 dus al 158 mensen hadden geëxecuteerd. En dit hadden ze natuurlijk zien aankomen. Hè, op het moment dat je een belangrijke geestelijke, die overigens, ja, zonder enig bewijs ter dood was veroordeeld. Want het enige wat. Want zij voeren aan dat het allemaal terroristen zijn, ja, maar de meest prominente geëxecuteerden. Ja, gedaan is het steunen van geweldloze protesten, maar wel een hele felle criticus was van het Saudische regime. Dat staat in alle ook Amnesty-rapporten enzovoorts. Dit hadden ze zien aankomen, dat dit olie op het vuur gooien was. Dus Saudi-Arabië is wel de boel enorm aan het laten. Maar dan is dit een uitgekiende, doelbewuste actie, juist om zo'n target bijvoorbeeld te executeren. Dat doe je niet per ongeluk en dan ontdekken wat de wereld ervan vindt. Nee, dat is absoluut niet. En waarom doen ze dat? Nou kijk, ik denk dat Saudi-Arabië paniekvoetbal aan het spelen is. Om geopolitieke redenen. Iran wint aan invloed, daar kunnen we het straks over hebben. En zoekt toenadering tot het Westen. Mm-hmm. En Saudi-Arabië probeert het isolement van Iran te vergroten. En tweede reden is dat het slecht gaat in Saudi-Arabië zelf. Door de zakkende olieinkomsten is het land noodgedwongen bezuiniging aan het doorvoeren. En probeert aan eigen bevolking duidelijk te maken dat geen enkel verzet geduld zal worden. Dit zal de reactie zijn op het moment dat iemand een grote mond heeft eigenlijk over het regime. Als wij horen dat dus in ieder geval één iemand die geëxecuteerd is, iemand waar geen bewijs tegen was, en dat gaat om iemand die vreedzaam protest aantekende tegen het regime en het koningshuis daar, zo iemand wordt geëxecuteerd op een middeleeuwse wijze, moeten wij onze relatie met Saudi-Arabië niet herzien? Nee, want wat we moeten doen is natuurlijk de veroordeling uitspreken zoals we dat altijd doen, maar hier in het bijzonder omdat het om een massa-executie ging. En Peyman heeft gelijk op het moment dat hij aangeeft dat het Saudi-Arabië is echt bezig om een boodschap naar binnen en naar buiten af te geven. Er is een machtsstrijd gaan in het Saudische Koningshuis. We proberen de binnenlandse veiligheid enorm aan te versterken. Men is heel erg bang dat men macht en invloed verliest aan Iran. Men ziet Iran overal opduiken. En ze zien de Verenigde Staten dat niet meer in staat is om zeg maar voor hen de kooltjes uit het vuur te halen. En daar tegen die achtergrond verklaar ik ook dat nu die massa-executie plaatsvond. En dat daar dan een geestelijke bij zit, is net zo onverstandig als dat Iran in 2010 twee geestelijke ophing. Maar u zegt, daarom moeten wij daar ophing. Natuurlijk, maar u zegt, wij moeten daar als reactie een veroordeling over. Ja, dat is ook gebeurd. En die veroordeling is ook geuit. Nederland gaat nog wel iets verder dan dat. Wij sturen ook onze mensenrechtenambassadeur. Dat hebben we al eerder gedaan. Maar en, mag ik iets zeggen? Jazeker, ik weet wat u nu gaat zeggen. Ik denk ook wel dat u dat kunt voorspellen, maar in een land dat op deze manier met onderdanen omgaat en met het recht, het sturen van een mensenrechtenambassadeur lijkt mij bijna absurdistisch. Ja, dat is het niet. Kijk, mag ik een mooi voorbeeld geven? Een paar jaar geleden hadden we een situatie met een blogger. Een hele jonge blogger die dreigde, die was in Singapore opgepakt vanwege een verkeerde tweet. Zou worden uitgeleverd, Saoedische blogger, Hamza Gaskari. Daar hebben we in Nederland allemaal aandacht voor gevraagd bij het vragenuurtje. Vervolgens is de Nederlandse mensenrechtenambassadeur direct via stille diplomatie heeft hij aandacht voor die zaak gevraagd. En een paar maanden later is hij ook weer in Saudi-Arabië geweest. Deze blogger is na 2 jaar vrijgelaten.
Er zijn meer voorbeelden waarbij je via stille diplomatie toch soms hele kleine veranderingen kunt bewerkstelligen. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het spectaculair is. Ik zeg niet dat Saudi-Arabië op andere gedachten kunnen. Maar u vindt het effectiever? Het blijft gruwelijk. Ja. Maar megafoondiplomatie werkt vaak omgekeerd. Dan laten ze juist zien dat ze met de wereld niets te maken hebben. Mm-hmm. Dat ze zich niet laten koeieneren. Dat de stabiliteit in het land vooruit gaat. Even naar jou, Peeman. Geloof jij dat ook? Nee. Want kijk, Iran is ook een mensenrechten schender, hè? Dat weten we. Hangt mensen op, zitten journalisten in de gevangenis enzovoort. Duizend executies per jaar. En Nederland loopt altijd vooraan, en ook de EU en de VS, om in hele harde bewoordingen Iran te veroordelen. En terecht, denk ik. Mm-hmm. En nog verder, sancties op te leggen enzovoort. Maar er wordt gemeten met twee maatstaven hier. Want als we het over veroordelingen hebben... hebben we Rutte gehoord, onze premier, over deze massa-executies... Ja. om die in harde bewoordingen te veroordelen. Dus je zegt, Iran wordt sowieso ook door Nederland verbaal harder aangepakt... Ja, dan Saudi-Arabië in het aanzicht van... En dat zeg ik niet alleen. Het rapport van Amnesty International... die kijkt naar 2011, 2012, 2013. Bij elk mensenrechten schending in Saudi-Arabië kijkt hij naar de Nederlandse reactie. Stilte, stilte, stilte. Waar is Rutte in deze? Minister Koenders heeft gereageerd. Rutte heb ik ook nog niet gehoord erop, maar minister Koenders heeft gereageerd. Heeft ook als enige minister van Buitenlandse Zaken, dus die mensenrechtenambassadeur, die jij niet ziet zitten. Waarvan ik zeg dat. Maar mijn vraagtekens. Dat is voor de bühne. Dat ligt echt voor de bühne. Maar wacht even. Mijn vraag. Maar alle veroordelingen hebben een zeker karakter voor de bühne. Maar wat mij omgaat is dat we niet alleen voor de bühne opereren. Maar dat we ook nog aan het einde van de dag kunnen zeggen dat we iets hebben bereikt. Nederland heeft er in het verleden voor gepleit dat bijvoorbeeld geen minderjarigen zouden worden geëxecuteerd. Daar lijkt nu sprake van. Ik geloof dat er een 17-jarige op de rol staat. Die staat op de rol, maar die is dus niet op deze lijst voorgekomen. Dus daar moet op worden ingezet. Nederland heeft ervoor gepleit dat we bij die processen aanwezig zijn om iets van een betere rechtsgang voor elkaar te kunnen krijgen. Ook dat is door de Nederlandse mensenrechtenambassadeur is dat bewerkstelligd. Dan kun je zeggen dat zijn allemaal maar kleine zaken, maar dat zijn wel de resultaten die je kunt bereiken. Waar het om gaat, hier, je noemt Iran... er is natuurlijk een verschil tussen Iran en Saudi-Arabië. Maar waar moeten we Saudi-Arabië... Want jij, als ik goed begrijp wat je zegt, dan lijkt het alsof we Saudi-Arabië het hand boven het hoofd houden. Ja. Iets meer te vriend houden. Waarom zouden we dat doen? Geopolitieke belangen en economische belangen die Nederland en Europa heeft. Al heel lang, hè, met het Saudisch Koningshuis. En met name in het terugdringen van democratische bewegingen in de regio. Want Saudi-Arabië, het probleem van Saudi-Arabië is niet Iran. Het probleem van Saudi-Arabië is dat het een ultraconservatief regime heeft... dat tegen elke vorm van sociale en politieke verandering... En alles wat wij maatschappelijk wenselijk vinden, ja, denk ik. En daarom hebben ze ook de revolutie in Egypte de nek omgedraaid... door het leger daar te steunen. Ja. Wat levert die verhouding met Saudi-Arabië ons op? Als we het even over financiële gewin hebben. Nou, als je het hebt over de handelsbalans voor Nederland bijvoorbeeld. Wij exporteren geloof ik 2 miljard en we importeren 1 miljard. Dus dat is niet heel erg indrukwekkend. Daarmee kun je er heel weinig mee doen als je dat als een soort machtsmiddel zou willen inzetten. Als je het gedrag van dit soort inderdaad extreem conservatieve regimes wilt beïnvloeden... dan moet je goed realiseren dat het Koningshuis nog niet eens de meest conservatieve factor is. Ik bedoel, dat is niet een land wat vol zit met bloggers, met Raif Badawi's. Het zit vol met mensen die nog veel conservatiever zijn... en die executies als het nog eerder zouden toejuichen. Overigens, in Iran wordt er een veelvoud daarvan geëxecuteerd. Iran luistert helemaal niet naar de internationale gemeenschap. Iran verklaart de dood aan het Westen, aan de Verenigde Staten... aan Israël, ontwikkelt een nucleaire bom. Dus daar hebben we een heel ander belang. Saudi-Arabië stelt zich, hoe ongemakkelijk ook... nog wel vaak als een bondgenoot op. Bijvoorbeeld in de bestrijding tegen... Wat is dat voor bondgenoot? Dat is precies de zwakke plek. Hè? Ik zou zeggen van... Onze geheime diensten kunnen niet zonder de informatie van Saudi-Arabië... als het gaat om het oppikken van bijvoorbeeld terreur. Dan is dat de bottom line, toch? Nou, maar de geheime memo die uitlekte van Hillary Clinton uit 2010... die zegt Saudi-Arabië is een sponsor van terroristische, jihadistische groepen. Dan komen we op een heel nieuw... aanslagplegers van 9-11. Waar kwamen ze vandaan? De meeste uit Saudi-Arabië. Nou, de wapens en de financiën die Bin naar Bin Laden kwam zelfs uit Saudi-Arabië, maar kon daar niet blijven... omdat Saudi-Arabië zelf bedreigd wordt door ISIS. Ja, maar ook daar worden in ze financieren ze ook tegelijkertijd. Dit is een heel nieuw hoofdstuk. Dit is zo ingewikkeld en zo uitgebreid. Ik kan het niet hier oplossen.
Nee, wij ook niet. Maar we moeten ons één ding realiseren. Maar er zijn een aantal dingen die we in ieder geval kunnen laten. Dat gaat niet werken. Eén, bijvoorbeeld niet naar Riyadh gaan op het moment dat de koning daar sterft... met een zware delegatie van Willem-Alexander en minister Koenders. Stoppen met wapenleveranties. En als de handel zo weinig is, dan kan je toch ook laten zitten? Als jij denkt dat het niet naar de koning gaan op het moment dat hij overlijdt... Zou naar de dood van Gamenei dat je daarna dan wil ik het nu. Laat even het voorbeeld noemen wat je aangaf. Als je denkt dat dat zou werken... Als je denkt dat je daarna nog invloed kunt uitoefenen... je ziet waar Nederland wel invloed heeft kunnen uitoefenen. Ik heb de voorbeelden genoemd van het bijwonen van de rechtszaak. Ik heb het voorbeeld genoemd van Hamza Kashkari. Het is voorbeeld van Arak Badawi, waar in ieder geval het vonnis wat is verzacht. Het heeft niet altijd evenveel zin. Maar er zijn soms kleine veranderingen die je wel degelijk kunt bewerkstelligen. En heeft megafoondiplomatie, zeker bij dit verband, geen enkele zin. Heren, we agree to disagree, zoals we dat zeggen. Hartelijk dank, allebei. De Volkskrant riep 2015 uit tot het jaar van de transgenders. Als het aan Arie Boomsma ligt, wordt 2016 dat ook. Vanaf morgen begint het tweede seizoen van het programma Hij is een Zij... waarin Arie weer 7 jonge transgenders volgt... die zich gevangen voelen in het verkeerde lichaam. Ik ben geboren als een meisje, maar ik wil graag een jongen worden. Vandaag 1 week aan de testosteron. 2 weken, 3 weken, 4 weken, 7 weken. 17 weken aan de hormonen. Wat merk je daar nou van? Ik krijg vormen. Mijn vet begint steeds meer te komen op de plekken waar het hoort te zijn. Ja, waar? Op je billen? Ja, op mijn billen, mijn heupen, mijn borsten. Dat is de datum dat je officieel een vrouw bent. En nou. Evelien bent. Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, het is ook heel mooi gemaakt. Arie, waar moest er een tweede seizoen komen wat jou betreft? Ik heb het gevoel dat dit is ook de tijd... Er zijn heel veel grote thema's in deze tijd. En één daarvan is mannelijk-vrouwelijk. Wat is nou nog typisch mannelijk, wat is nou nog typisch vrouwelijk? En met de eerste serie hebben we mooie verhalen mogen vertellen. Hebben we heel veel informatie geboden. Is op scholen gebruikt. Is een Poolse politieke delegatie hier naartoe gekomen. Dus ik heb het gevoel dat dat maatschappelijk impact heeft. En dat we nog niet klaar waren met de verhalen. En dus we gaan door. Je merkt ook dat het thema zich eigenlijk opdringt een beetje. Het is 2015 volgens de Volkskrant. Ja. Het is natuurlijk al... Het is een thema waar je niet omheen kon, zou ik zeggen, het afgelopen jaar, zeker. Maakt het relevant. Ja, absoluut. En als je mensen zo intensief volgt en naar ze luistert en hun verhalen kent... dan zijn er altijd momenten die het meest raken, voor wat voor reden dan ook... of het meest ontroeren. Welke momenten waren dat voor jou bij het maken van dit tweede seizoen? Ik vond het verhaal van Suus, toen ik begon, anderhalf jaar ongeveer werken aan zo'n serie, was het nog Stijn. 6 jaar oud, jongetje eigenlijk, maar mocht op verjaardagen al een jurkje aan. En de ouders zeiden heel duidelijk van, wij zagen een kind terugkomen van school met buikpijn en niet blij. En dat is het ergste voor een ouder om te zien. Op ik geloof dat we dit fragment zelfs hebben, Arie, dat we Suus kunnen zien eigenlijk. Stijn is 7 jaar geworden en viert dat met familie op de camping. Moeder Erna, vader Ivo en broertje Mees kijken er al lang niet meer van op dat Stijn het liefst in een jurkje loopt. Hoewel hij nog erg jong is en zijn gevoelens moeilijk kan verwoorden, was het voor zijn ouders al snel duidelijk dat Stijn anders was. De cadeaukeuze is voor een jongetje op zijn minst anders te noemen. Het lijkt me ook ingewikkeld omdat het om zo'n jong persoontje gaat. Heel, ja, maar daar zit ook het mooie. Want kijk, we volgen mensen in allerlei stadia van die transitie. Mm-hmm. Dus sommige mensen helemaal aan het einde. Of mannen die heel laat in hun leven hebben besloten... nee, dit klopt niet, ik ga dit anders doen. Dat is veel problematischer. Hier zie je zo duidelijk dat ouders alleen maar één vraag stellen. Wat maakt mijn kind gelukkig? En als dat bevestigd wordt, dan zijn we op de goede weg. Als dat niet goed gaat, dan moeten we iets veranderen. Veranderen, ja. Dat is zo mooi, puur. En je ziet dat dit niet een keuze is. Je kiest er niet voor transgender te zijn. Dit ben je. Ja. En dat zie je zo sterk. De ouders van Stijn of Suus zijn hier. Erna en Ivo, welkom. Wat was voor jullie de reden om mee te doen aan het programma? Want een heel belangrijk stuk privéleven wordt daarmee uiteraard heel openbaar. Ja, we hebben daar wel een tijdje over nagedacht. Dat hebben we niet zomaar besloten en... We hebben het echt wel veel over gehad voordat we dat zouden gaan doen. Maar voor ons was wel een belangrijke reden dat wij eerder programma's en series bekeken hadden... en daar zelf heel veel aan gehad hadden. En wij ook zoiets hadden van, nou, dat is iets wat... ja, een onderwerp waarvan mensen moeten weten en wat belangrijk is om te benoemen. En voor ons was het ook belangrijk dat ze zelf zei van... nou, ik vind dat wel goed en ik vind wel dat mensen dat moeten weten, want dat...
dan hoef ik het ook niet altijd uit te leggen. En het is niet zo dat doordat zij het zegt dat we dat zijn gaan doen, maar wel helpt het mee en is het wel iets waardoor dat het thema meer besproken wordt en waardoor dat er meer bekendheid over is en dat Suus kan helpen en anderen kan helpen. Ja. Jullie zijn allebei gelovig. Speelt dat überhaupt een rol in deze discussie of in deze kwestie voor jou, Ivo? Een rol, misschien niet zozeer. Nou ja, wij baseren eigenlijk al onze keuzes wel natuurlijk op deels op het geloof wat we beleven. En in die zin vind ik dit ook weer een heel mooi voorbeeld van dat we kunnen laten zien naar Suus en naar ons andere zoontje Mees van hoe God is, hoe hij met onvoorwaardelijke liefde naar mensen kijkt. En en dat is voor ons ook een voorbeeld hoe we met onze eigen kinderen om moeten gaan. Ja, heel liefdevol. Ja. Arie, jij krijgt zelf binnenkort een kind. Ja. Dus dat kan niet anders dan dat jij, als je hiermee bezig bent, ook nadenkt. Wat zou ik doen op het moment dat mijn kindje naar mij toe komt en zegt, ik zit in het verkeerde lichaam? Ja, en dan vind ik dit een bijzonder mooi voorbeeld. Dat is het leuke van het werk aan de serie. Dat ik heb ouders gezien die zeiden van, ik had één zoon en twee dochters. En nu heb ik alleen nog dochters. Dat doet een vader pijn. Ik kan niet voetballen, niet vechten. Mm. Dus dat heb ik gezien. En ook dit, dat je die liefde zo vooruitschrijft. En dat is natuurlijk wat ik hoop als vader ook te doen op zo'n moment. Open en liefdevol. En dan nog hoor, ik bedoel, als het je gebeurt, is het echt een ander vraagstuk. Oh, dat geloof ik zeker, zonder enige twijfel. Luna, jij hebt ook meegedaan aan het programma. Dat klopt inderdaad, ja. Met overtuiging, zou ik zeggen. Inderdaad, met flinke overtuiging, kunnen we wel zeggen, ja. Ja, als je, we hadden het net over dat de Volkskrant zegt, het is het jaar van de transgenders. Eén iemand die natuurlijk heel veel aandacht daarin opeist het afgelopen jaar was Caitlyn Jenner. Mm-hmm. Zou je zeggen dat zij de zaak goed heeft gedaan? Is natuurlijk iets waar je van beide kanten kan bekijken. Van de ene kant is het fantastisch dat mensen nu iemand kennen die transgender is. Iedereen kent nu iemand, iedereen kent het verhaal en het komt dichtbij. Want iedereen kende de Jenner-Kardashian-familie. Van de andere kant staat hem wel weer het gedeelte. Caitlyn had al het geld van de wereld. Zij kon plastic-chirurgie doen zoals ze het maar wilde. Designers van over de hele wereld stuurden haar kleding, tassen, zonnebrillen. Het wordt eigenlijk een soort van Disney-transgender bijna. Want het is gewoon te mooi. Onrealistisch. Onrealistisch, ja. Het is heel fijn voor haar. Maar tegelijkertijd zet ze wel een onrealistisch voorbeeld voor anderen. Want nu worden ook misschien aan andere transvrouwen gevraagd die niet het geld hebben voor zoveel cosmetische chirurgie. Ja. Van, ja, maar waarom zie jij er dan nog zo mannelijk uit? Caitlyn is zo mooi. Nou, niet iedereen belandt ook op de cover van Vanity Fair, zou ik zeggen. Ik heb begrepen dat u de toespraak van Caitlyn Jenner de beste vond van het afgelopen jaar. Ja, we hadden vorige week een forum op Radio 1 waarbij iedereen zijn toespraken de meest indrukwekkende. Ik vond deze heel indrukwekkend. Bij E-Span kreeg ze een award. En met name het stukje van de toespraak, moest ik aan denken toen Arie Boomsma het zojuist zei, waarbij ze haar kinderen en haar familie toesprak. En ook om, kijk, ze is natuurlijk heel bekend, maar dat betekent ook dat ze heel erg publiek haar al die fasen heeft moeten doorgaan. En niet al die fasen waren heel gemakkelijk. En als je dan dat stukje in die speech ziet, waarbij ze haar familie aanspreekt, ja, ik vond dat persoonlijk heel emotioneel. Ook omdat ik me probeerde voor te stellen wat het is om familie te zijn. Je voorstellen wat het is om zo'n operatie te moeten ondergaan. Ja. Om zo'n en dat ook nog publiekelijk, natuurlijk. Dat vind ik al helemaal moeilijk. Ja. Maar ja, als je kijkt dat we in Nederland nog moeten strijden voor de operatie af te maken voor transgenders. Operaties worden vergoed. Maar het laatste stukje, namelijk de reconstructie van borsten, die is helemaal niet aan de orde. Dat vind ik. Dus dat moet je zelf financieren? Dat moet je zelf financieren. Daar maak ik me sterk voor. Maar ik vind het namelijk ook heel ernstig dat je aan de ene kant zegt, ja, mensen die daarvoor in aanmerking komen, die kunnen wel die operatie ondergaan. Maar dat deel, dat moet je dan maar zelf afmaken. Ja. Terwijl het al zo'n zware, cruciale... net die operatie ondergaan eigenlijk. Je hebt net nieuwe borsten gekregen. Ja, in december. Zoals je het zegt, klinkt het alsof ik met een bonnetje naar de gamma ging. Maar nee, schat, zo bedoel ik het helemaal niet. Ik ben blij voor jou dat je borst hebt gekregen. Dank je wel, maar het klopt inderdaad. 16 december heb ik een borstvergroting gehad. Een succesvolle borstvergroting, mag ik ook wel zeggen. We gaan eventjes kijken naar een klein stukje van jou in die periode. Nou, Arie noemde me tijdens de opnames een kleine diva. Kan je eens praten met je mannenstem? Hallo, beste.
Het gaat moeilijker dan ik dacht. Laatst kon ik het nog. Oké, het is 2 dagen geleden sinds ik geopereerd ben. En ik heb nog steeds best wel last van mijn borstjes doen. Best wel pijn en heel veel spierpijn. Maar ik heb ze vandaag ook, sinds ik eindelijk heb mogen douchen, ook de volle glorie gezien. En ze waren een stuk groter dan wat ik dacht. Het is alleen maar goed nieuws. Ja. Je werkt toe naar zeg maar het eindpunt, maar dat vraag ik eigenlijk meer aan jou, want de geslachtsoperatie gaat ook nog plaatsvinden dat komend jaar. Is het ook zo, want er was wat kritiek op, dat er wordt gedaan alsof dat de heilige graal is voor een transgender, dat daarmee alles vervolmaakt is. Is dat ook zo voor jou? Als ik naar mezelf kijk, denk ik het niet. Tuurlijk, ik kijk ernaar uit. En het is iets wat ik zo graag wil. Maar van de andere kant besef ik heel goed, er komt meer bij kijken dan operaties en wat pillen. En dat vergeten mensen heel vaak. En dat besef ik. Dus probeer ik ervoor te zorgen dat ik dat niet vergeet. Want er gebeurt zoveel in mijn leven. Zoveel verandert. Ik moet dat een plek kunnen geven. Ik moet het een plek kunnen geven dat dit is wie ik ben. Dat dit mijn verleden is, mijn toekomst. Ik moet het een plek geven dat ik nooit kinderen van mezelf zal kunnen krijgen. Er zijn zoveel dingen die ik eigenlijk makkelijk over het hoofd zal kunnen zien. Omdat ik alleen maar denk, oké, nog zo lang voor de operatie. Nog zo lang voor hormonen. Ja. Nog zoveel voor puberteitsremmers. Dus ik probeer me daar nu wel al bezig mee te houden. Zodat ik dat dadelijk niet heb. Want niks lijkt me erger om nu alleen maar te denken, dadelijk die operatie ben ik klaar. En als het eenmaal geweest is, toch in die put te vallen van, maar wat nu? Je beschermt jezelf daartegen. Want een van de belangrijkste dingen die je kan leren van al die verhalen ook, dat geluk is niet wat je kan maken natuurlijk. Dus heel vaak wordt er gedacht, inderdaad, als het allemaal al klaar is, dat hele traject, dan ben ik gelukkig. Maar dat heeft natuurlijk met zoveel meer dingen te maken in het leven dan dat. Dat is echt wat de verhalen eigenlijk vertellen. En er zijn ook heel veel jongens trouwens in de serie die heel bewust zeggen, ik wil die laatste operatie niet. Want de operatie die Luna gaat doen, dat kunnen ze fantastisch. Dat is echt prachtig wat daar al kan medisch. Maar de andere kant, dus trans mannen, dat is echt een stuk gecompliceerder en moeilijker. En voor veel mensen minder mooi ook gewoon. Dit is het laatste programma wat je voor ons, KRO NCRV, maakt, Arie. Valt het afscheidje zwaar? Ik vind het vooral gek om in het pand te lopen bij de collega's. Want kijk, ik blijf maatschappelijke programma's maken. En ik ga daarnaast ook andere dingen doen bij Net5. Maar dit is natuurlijk wel een programma dat echt mijn hart ook heeft. Natuurlijk, dus het valt ook helemaal met jou samen. Maar ook daardoor heel erg mooi om daarmee te eindigen. 6 fantastische jaren gehad, daar een hele mooie dingen mogen doen, mogen leren. En die ga ik voortzetten nu elders. Heel veel plezier en succes daar ook mee. Dank je wel. Straks jeugdvertegenwoordiger bendelid Pepijn Lanen zweert de drank volledig af. Gast, ik kom echt niet. Ik ben zo brak. Ik heb tot zondagmiddag op de pillen doorlopen te chillen. En het NOS Journaal viert feest. Het instituut bestaat morgen 60 jaar. Ik hoor jullie. Gerard, fijn dat je ons hoort. We zijn inmiddels in de uitzending. Gerard? Ik ben een Ik had ook iets van mezelf kunnen laten zien, hoor, Tilde. Maar ik dacht, nee, nu neem ik jullie te grazen. Nee, die hebben het. Ander nieuws van vandaag. Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo brengt woensdag een speciaal herdenkingsnummer uit. Het is 7 januari, exact een jaar geleden, dat de aanslag op de redactie plaatsvond. Op de cover staat God met een Kalashnikov op zijn rug met het opschrift, 1 jaar later, de moordenaar is nog op vrije voeten. 1 miljoen copies van Charlie Hebdo will be available on Wednesday, and tens of thousands will be sent abroad. It's God with a Kalashnikov. What does it make me think? That the world remains a violent place, that's for sure. It hasn't changed over the past year, unfortunately. The terrorists are still there, and we're here also, and we're allowed to express ourselves. We must continue to live, not be afraid, and fight all together, united. IS heeft een nieuwe propagandavideo online gezet. In het filmpje dreigt een man met een Brits accent met aanslagen in het Verenigd Koninkrijk. De video wordt onderzocht op echtheid door de Britse veiligheidsdiensten. De Britse premier David Cameron reageerde direct. How strange it is that we find ourselves today hearing an insignificant leader like you challenge the might of the Islamic State. But it seems that you, just like your predecessors Blair and Brown, are just as arrogant and foolish. Britain will never be cowed by this sort of terrorism. Our values are so much stronger than theirs that it may take a very long time, but they will be defeated. Enige juiste reactie, lijkt mij. Ja, ik denk het wel.
Ja. Ja. Een Britse stel heeft door middel van een vals Facebook-profiel een pedofiel in de val weten te lokken. Terwijl Craig Chapman een afspraak met een 14-jarig meisje dacht te hebben, stond het volwassen stel hem op te wachten. That's me, you idiot. Hey. Yeah. So you know what you're doing. You ain't going nowhere because the police are on their way. Okay. Yeah. You ain't going anywhere. The police are coming. You touched me, young girl. Well, I didn't. Is she her? Is she her? The police are on their way. Do you understand? You're not going anywhere. Oh, okay. Yeah. Ja, dit is een staaltje eigen initiatief, kan je zeggen. Deze foto ook, joh, dat ja. Je denkt, dat verbaast maar niemand meer. Die mensen zijn nu, dat stel, zijn nu helden in Groot-Brittannië. Zie je dat ook hier gebeuren als mensen zoiets ziet het al heel veel. We hebben er ook wel eens uitzendingen, discussie-uitzendingen over gemaakt. Je hebt in Nederland gewoon pedo-jagers die er ook echt op uitgaan. Of programma's die veinzen in chatbox minderjarig te zijn en dan mensen eigenlijk in de val lokken. Ik denk de frustratie van het niet oplossen van dit soort vraagstukken, ja, die leidt hiertoe gewoon. Dat ga je steeds meer zien dat mensen het recht in eigen handen nemen. Dat is Koning niet wat je wil. Nee, precies. Nee. Daar kijk ik er ook een beetje moeilijk bij. Maar ja, dat is ook weer een discussie voor een andere uitzending, ja, zou ik denken. Beter dat de politie doet. Sorry? Dat de politie doet. Ja, ik denk ook dat dat meestal het teneur in Nederland is dat mensen zoiets hebben van geen eigen richting. Nee. En dan vooral goed terecht staan. Koning Winter heeft eindelijk zijn intrede gedaan in Nederland. Het noordoosten van het land kampte de gehele dag met lage temperaturen, sneeuw en gladheid. Het KNMI heeft inmiddels code oranje afgegeven en raadt iedereen aan om vooral niet de weg op te gaan. Het medisch centrum Leeuwarden stelde ongeveer 25 operaties uit. En in de stad Groningen liet de universiteit enkele colleges niet doorgaan omdat twee gebouwen niet te verwarmen waren. En verder... Eindelijk weer winter. Ja, ik heb er wel op gewacht. Ik vind het wel mooi. Maar ik het lijkt zo toch wel of we echt al geen jaren meer winter of we niet meer tegen kunnen. Maar ik zie iedereen hoofd schudden, want waarom? Ja, ja, het is toch raar als je dat kleine laagje sneeuw ziet en je ziet dan meteen dat alles plat ligt. Daardoor. Dat iedereen doet alsof we in de toendra terecht zijn gekomen. Ja. Ik zou hopen dat ze zich voorbereiden op een Elfstedentocht, maar omgekeerd is waar, een klein beetje sneeuw. 1 centimeter. Al dicht. Zonde. Ja. Het is ook gewoon gezellig, toch, als het sneeuwt? Het leuke vind ik ook, je hoort iedereen nu met de kerstdagen alleen maar zeuren. Oh, het voelt niet als kerstmis, want er is geen sneeuw. En nu sneeuwt het. Dan zijn er heel veel mensen die vragen. Het is te laat. Sinds het meten is er misschien 9 keer of zo in onze geschiedenis een witte kerst geweest. Zo. Dus daar moeten we sowieso Zelden. Niet op rekenen. Zelden. Ja. Klaar ermee. Vanavond werd een bijzondere documentaire uitgezonden op de Britse tv over Prins Charles. In de ITV-documentaire is onder meer te zien hoe de presentatoren van Britain's Got Talent de prins laten zingen. And do you have to help out with the grandchild? Congratulations. Congratulations. Have you said that yet? No, I don't think I'd be. I'm not sure. There's no nappy changing later on today. The nappy course. See you soon. Hopefully. Yes. See you soon. Now we're going for a drink now. I think. We're going to go to the gym after all the food you've eaten in there. Have a great evening. Thanks. Thanks. De Amerikaanse broers Frankie en Vincent Lepore van 12 en 13 jaar oud hebben het leven van hun groepsleider gered. De padvinders maakten een wandeling door het bos toen de leider door een zwarte beer werd aangevallen en aan zijn been werd meegesleurd. De tieners twijfelden geen moment en grepen in. First I thought he was joking, but then I heard the bear and I heard him call 911, so I called 911. Instead of panicking, their Boy Scout training kicked in. Do you want us to make a signal fire? Would that yeah, you guys could start a fire. That fire and Petronino's dog barking, scaring the bear off. Rescuers arriving soon after, airlifting the scout leader to the hospital. Was jij een scout eigenlijk, Pepijn, of niet? Gek padvindertje. Niet, nee. Nee? Nee. Helemaal aan me voorbij gegaan. Ik had wel het jonge woudlopersboek van Kwik, Kwak en Kwek. Ja. Een soort compensatie. Precies. Pepijn Lanen van de rapformatie. De jeugd van tegenwoordig leefde jarenlang op een rock'n'roll dieet van drank en drugs. Maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig traint hij zijn lijf in de sportschool of staat hij de luiers van zijn zoontje Bleek te verschonen. Tussen de bedrijven doorschreef hij zijn nieuwe roman Naamloos. Pepijn, de hoofdver... Ten eerste. Ja. Ja, heb je staan matten? Of, Ik heb een springtaal in mijn gezicht gekregen op de sportschool van Arie Boomsma. Maar ook door Arie Boomsma? Nee, nee, nee. Door Arie Boomsma? Nee, dat heeft u zelf gedaan. Ja, nee, het was van iemand anders, denk ik. Ik heb het de dader niet kunnen zien. Hey, zolang je aan het sporten was, dan is dat helemaal prima. Ik ben trouwens helemaal niet helemaal gestopt met drinken, hoor. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
Niet helemaal, maar wel vergeleken met hoe het vroeger was. Ja, zeer absoluut. Ernstig ingebonden. Ja, ja, ja. Precies. Waarom drink je... Hè? Ja. Ik... Hij twijfelde wel aan het begin. Oh, okay. We hebben het er nog even over. Ja, precies. Ja. Hij vliegt morgen heel vroeg, hè. Ja. Oké, dus geen excess in ieder geval, daar gaat het om. Ja, maar zijn personal trainer zit aan tafel, kennelijk. Daarom! Jongens. We lopen eigenlijk, Han, nu lopen we vooruit op zaken. Maar jij hebt Pepijn eigenlijk, want dit is een lang verhaal. Nee, ik moet het goed vertellen, anders is het niet gestructureerd voor iedereen. ik ga even terug naar het begin. Dank voor de bijdrage. Terug naar het begin. De hoofdpersoon van jouw boek, ja. Naamloos, die feest, zuipt zich helemaal klem, wordt daar echt horendol van, gebruikt er ook nog drugs bij. En op een gegeven moment heeft hij er echt helemaal genoeg van. Dan ontmoet hij ook nog de liefde van zijn leven. Dan besluit hij te veranderen. Hij maakt een transitie door, eigenlijk, als het ware. Kunnen we zeggen dat jij dit bent, Pepijn? Nee. Het is namelijk een boek. Dat klopt. Ja. Een roman. Heeft het zeer grote autobiografische trekjes? Nee, ook niet. Nee, maar ook wel, niet. Wel meerdere kleine. Ja, wat is de belangrijkste daarin, denk je? Ja, ik weet niet. Het is echt een ik-roman. Dus er komen veel beslommeringen in voor. De hoofdpersoon is ook iemand die oorspronkelijk uit Utrecht komt en dan naar de grote stad is verhuisd en zo. Dat heb ik natuurlijk zelf ook allemaal meegemaakt. Dus ik. Maar ja, dat is het wel zo ongeveer. Ik moet zeggen, als jij op deze manier een kater omschrijft, dan moet dat autobiografisch zijn. Tenminste, als ik uit ervaring kan spreken. Ik wil huilen. Tranen komen niet, want mijn lichaam is nog steeds in een staat van volledige uitgedroogdheid. Ik zak door mijn hoeven. Mijn vingertoppen tintelen, mijn handen zijn ijskoud en mijn palmen klam als de onderbroek van een dame van middelbare leeftijd tijdens Ik hou van Holland op zaterdagavond. De kamer begint langzaam te draaien en ik voel me als een hamster op een platenspeler die net is aangezet. Ja. Ja, dat zo voel je dan niet, wel eens. Pepijn, dat verzin je nee, niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik spreek natuurlijk wel uit ervaring. Ja, ja. Dat, het feit dat je nu minder drinkt, in ieder geval, ik zeg niet, maar ja. Minder drinkt, dat is in ieder geval visueel een groot contrast met waar je we eigenlijk van kennen. Laten we even kijken. Ik ga zo lekker hier houden. Godverdomme, dat wil jij niet eens weten. Weg liggen, bibberen in een chic hotel. Wil verdwijnen uit de luxe, het liefst zo snel. Leven van groot als een ziek soort spel. We maakten onze eigen Baileys. Ja. Wodka met chocomel. Koninginnedag was hier, toen reden we terug van het optreden. Toen zei, ja, wanneer gaan we optreden? Toen hadden we het al gedaan. Dat was niet oké. Was er één... Mooie tijden. Het blijft genieten. Was er één specifiek punt, Pepijn, dat je dacht, nu ben ik er echt klaar mee? Nee, helemaal niet. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon de hele tijd te drinken als je gewoon voor je werk moet optreden overal. Dat wordt je ook de hele tijd aangeboden. En ik was er op een gegeven moment ook wel weer, wel echt een beetje klaar mee. Maar niet op een manier dat ik een vrachtwagen door een pui naar binnen had gereden of andere gigantische brokken had gemaakt. Nee, het had zich meer opgestapeld. Ja, en toen mijn vrouw zwanger was van ons zoontje, toen heb ik ook een hele tijd niet gedronken uit, uit gemak, maar ook om met haar solidair te zijn. Ja. Ja. Vroeg ze jou daarom of deed je dat eigenlijk nee, zelf? Nee, dat deed ik gewoon zelf. En toen was ik op een gegeven moment wel weer... toen was ik met Freddy uit eten gegaan. En toen hadden we wel weer van alles gedronken. En toen had ik de volgende dag ook zo'n ontzettend kater. Dat kon ik gewoon... Ik kon het gewoon niet aan. En toen had ik ook wel het gevoel dat ik door een deur was gegaan en dat ik ook niet meer terug kon naar het oude, vertrouwde leven. Ben je geminderd of heeft aangesloten? Nou, niet per se aangesloten, maar iedereen wordt wat ouder. Dus, is, kan er wat minder kleine goed. Kinderen is het niet te doen. Ja, met kleine kinderen nee, precies. En drank gaat gewoon niet. Maar dat maakt het boek ook echt mooi, want het gaat ook over wat heel veel mensen nu meemaken. Dat je die nachten ingaat en op een gegeven moment denkt van oké, maar hoe gaat mijn toekomst eigenlijk verder? Waar sta ik eigenlijk over 5 jaar? Onzekerheid en dan maar ergens induiken. Het is echt een boek over de tijd. Ik heb het ook gelezen met zeer veel plezier. Zeker, ik ook. Wat ik me afvroeg alleen is dat, zeker als het zo lang samenhing met het soort werk wat je deed, het creatieve werk. Sommige mensen, sommige artiesten hebben zoiets van, ik moet de roes hebben om ook nog te kunnen creëren. Ja. Is dat bij jou nodig? Of ben je juist beter als je niet drinkt? Nou, dat zou ik ook niet per se willen zeggen, hoor. Maar het kan gewoon allebei wel.
En dat vind ik ook wel fijn. En ja, er was wel een, vooral optreden, dat is iets wat toch wel wat makkelijker gaat als je een paar drankjes hebt gedronken. Omdat je dat gewoon, ja, je bent gewoon wat losser dan. En je kan er ook wel van uitgaan dat de mensen die komen kijken ook allemaal een drankje hebben gedronken. Dus je bent ook wel in dezelfde mood, zeg maar. Ja, precies. Maar tegelijkertijd, Pepijn, zou ik denken dat optreden, zeker als je anderhalf uur moet optreden, dat je beter fysiek fit kan zijn dan, ja, dat je een paar bakjes op. Nee, zeker. Maar ik bedoel, ik optreden voor, drinken voor optredens, doe ik al een hele tijd niet meer. Nee. Gewoon, ja, precies om die reden. Ja, ook, ja. Toen heb je ook nog iets met je lichaam gedaan, onder begeleiding van Arie Boomsma hier. Ja, ik ben van naar de sportschool geweest. Ja, en toen kwam deze foto op de cover van Men's Health. En toen was het land te klein, zou ik zeggen. Wow. Ja. Ja. Hey, heavy. Gaaf, heavy, ja. Ja. Kijk je daar met trots naar, Arie, als je deze lichaam ziet? Vooropgesteld, je kan als trainer, en dat heb ik trouwens met twee andere trainers, Jermaine Breidel en Sefton Clark, die hebben ook echt heel veel shout-out gedaan. Shout-out naar hun allebei. Shout-out, sowieso. Maar je moet van Pepijn weten dat hij gewoon 2 jaar lang, 4, 5, soms 6 dagen in de week kwam trainen. En als het om 7 uur moest, was ik om 7 uur. Dan, als het om 10 uur 's avonds was, was dat het. Maar gewoon altijd. En kijk, hier zie je dat het gewoon... De vorige foto. Hij heeft zo is dat gezwets over gewerkt. Photoshop, dat daarmee kunnen we naar Rijk der Fabelen? Maar dat komt ook, denk ik, vaak als mensen zelf niet die cultuur begrijpen en wat je daarvoor moet doen. En het was eerlijk gezegd ook zeer ongelukkig dat er daarnaast staat skinny gespierd in 10 weken. Wat over iets heel anders gaat, maar wel naast zijn hoofd, waardoor het ook nog ik eens lijkt... De meeste mensen hebben gewoon geen sixpack, dus die hebben geen idee wat het is. 2 jaar keihard werken. Oké, nou goed, zetten we op de agenda. 6 dagen per week. Ja, hebben we toch helemaal geen tijd voor? Per dag? Nee, gewoon een uurtje. Een uur per dag. Ja, maar als je dus geen... elke dag. Ja, en als je dan dus geen alcohol meer drinkt, dan... Gaat het een stuk makkelijker. Ja, dan hou je uit dagdelen over, hoor. Zeker, zeker. Ja. Je bent veel vroeger wakker. Pepijn, tot slot. Jij gaat naar New York, want jouw vrouw gaat daar een opleiding volgen. Jij gaat daar in Brooklyn wonen. Je gaat zorgen voor jouw babytje. Je gaat een beetje met een bakfiets daar rondlopen en muntthee drinken. En wat blijft er over van de jeugd van tegenwoordig? Wat gebeurt er dan? Nee, ik ben gewoon, kom gewoon weer terug om hier nog een paar fantastisch spetterende shows weg te geven in maart en april. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, weet ik toevallig. Maar ben je nog ruig genoeg? Ruig genoeg? Ja, dat getuigen mijn... Springtouw. Precies. Springtouw to the face. Verheug je op New York? Ja, zeker. Maar ik verheug me toch nog het meest op mijn boek dat uitkomt eind januari. En als mensen echt heel erg geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze op ikbennaamloos.nl alvast een pre-order plaatsen. Heel veel plezier en succes in New York. Dank je wel. Het is weinig programma's gegund. Meer dan een halve eeuw onverminderd populair zijn. Het NOS-journaal is het gelukt. Morgen bestaat het journaal 60 jaar en dat wordt groots gevierd met jubileumuitzendingen, backstage-reportages en oud-presentatoren die eenmalig een journaal komen presenteren. Voormalige ankers zoals Pia Dijkstra komen samen in het voormalige Villa Nostalgia. En dat wordt dan weer gepresenteerd door huidig journaaltalent Dionne Staks. Welkom hier in Villa Nostalgia. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel bijzonder om jullie hier zo samen te zien. Zoveel journaalgeschiedenis in één huis. Het is de bedoeling dat jullie samen een diner gaan bereiden. Je kan het. Joop van Zijl die nam altijd 2 gehaktballen mee naar de make-up. Hij was verslaafd aan gehaktballen. Nou, de film is 60 jaar, maar. Nou. Pia, was het leuk om iedereen weer te zien? Ja, ik was daar niet bij. Waarom niet? Ja, weet ik ook niet. Ja, nee, daar was ik niet bij. Iedereen kan natuurlijk niet komen opdraven voor dit soort dingen. Nee, het leek me ook al een hele kwestie om dat te coördineren. Ach, ja, technisch, maar goed. Krijg je een beetje een soort... Villa Nostalgia, krijg je een beetje een heimweegevoel als je al die collega's ziet? Ja, het is wel heel leuk. Heel leuk om ze te zien. En ik keek gisteravond naar de reunie. En daarin zaten ook een aantal oud-collega's. Dat was ik ook niet mee. Maar ik ben toch hier? Je bent hier, dat is goed. Ik bedoel... We zijn met z'n drieën, dus dat is goed. Zo is dat. Maar Dionne presenteerde Nostalgia. Dus die was daar wel bij. Die was er wel. Jij was er wel. Dat zag je net in beeld. Ja. Het lijkt mij, want ik probeerde hem in jou te verplaatsen. Het lijkt me ook best wel intimiderend om met zoveel coryfeeën een programma te presenteren. Het is niet altijd het strijd over wie het ging presenteren. Oh, het programma? Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Nee, dat heb ik totaal niet zo ervaren. Nee? Het was heel erg leuk. Ik heb natuurlijk Sascha, die kende ik zelf nog, en Filip ook nog wel. Ja. Eugenie en Eve niet, dat was echt ver voor mijn tijd. En Marga was ook net weg. Maar het was vooral gewoon één groot feest die hele dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hebben we daar
ja, enorm veel gepraat, gelachen, gekookt. Kunnen ze een beetje koken? Laten we zeggen, sommige God, wel, sommige helder. Minder. Sommige helder. Ja. Ik zal niet naar namen en rugnummers vragen. Ja. Pia, je hebt dit journaal tussen 1988 en 2000 gepresenteerd. Ja. Wij doen jouw journaalcarrière geen recht aan door een compilatie doen, maar we moeten toch iets laten zien, dus daar gaan we even naar kijken. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Het lijk van Gerrit-Jan Heijn is gevonden. Mensen die meteen na de ontploffing zeiden dat dit geen gewoon ongeluk kan zijn, zouden wel eens gelijk kunnen krijgen. Weer is ihres erachtens mogelijk dat die SED op ihr machtsmonopol verzichtet. De etnische schoonmaak in de veroverde enclave Srebrenica is in volle gang. Pompenbladen en Oranje, Berenburg en Isotone door Slesser. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Wat wel met uw schouders? Ja, schouders fashion. Dat vergeeft iedereen, denk ik, iedereen. Maar je hebt veel meegemaakt in die periode dat je presenteerde. Veel grote nieuwsgebeurtenissen. Wat is jou het meest bijgebleven? Nou ja, die hele omwenteling in het Oostblok. Dat is wel een hele belangrijke periode geweest. Waarin ik, dat was eind jaren 80. Begin jaren 90, van 89 zo. Je ziet hier de val van de Berlijnse muur. Die avond, ik had dienst in die week. Je weet hoe dat werkt, want je hebt daar natuurlijk zelf ook op die stoel gezeten. Als je dan zulk bijzonder nieuws kunt brengen. Dan, ik zat echt op het puntje van mijn stoel, letterlijk. Toen we begonnen had ik iets van wat ik nu ga vertellen. Dat is zo fantastisch. Ja. En er zijn natuurlijk ook momenten geweest waarop je heel erg moeite bijna hebt om je emotie te beheersen. Gelukkig ben je professioneel genoeg om daar dan zo mee om te kunnen gaan. Maar bijvoorbeeld die oorlog in Rwanda, die burgeroorlog, waarbij Hutus en Tutsis elkaar op een verschrikkelijke manier afmaakten. En waarbij op een gegeven moment een klein kind met een broertje of zusje stervend in de armen stond. Ja, dat was, vond ik, bijna niet te hebben. Ja. En dat was dan ook zo'n moment dat je van tevoren, voor de uitzending begon, die beelden een aantal keren terugkeek, omdat op het moment dat je dat aan het publiek vertelt, nou, je het eigenlijk te kunnen vertellen. Ja. Maar dit soort, ja, dus hoogtepunten, Elfstedentocht, vanaf het ijs, de journaals presenteren, was natuurlijk ontzettend leuk. Veel bijzondere historische gebeurtenissen ook. Ja. Mijn ervaring was, Dionne, maar ik weet niet hoe dat bij jou is, dat, want jij hebt natuurlijk Charlie Hebdo gedaan, de live-uitzending, dat vaak de emotie later kwam. Ja. Dat ik eigenlijk gewoon op automatisch piloot, natuurlijk op het uiterste van je kunnen. En thuis, als iemand anders aan het lezen was, een collega, dat ik dacht, mijn god, wat zie ik wat hier heftig. Eigenlijk. Ja, heb je dat ook? Dat het later heel komt? Erg. Het is alsof er een soort van knop omgaat. Omdat je gewoon weet dat jij dan de persoon bent die daar het verhaal moet gaan vertellen. En dan kan je gewoon niet stilstaan bij wat er gebeurt. En tuurlijk, je ziet wel dat het erg is, maar er zit een afstand, hè, tussen wat jij beleeft afstand, en Maar jullie krijgen dan 's avonds een tik. Nou, ik krijg hem als ik iemand anders het zie lezen. En dan? Wat doe je dan? Toen de uitzending bij de vrijlating van Nelson Mandela, die veel langer duurde dan de voorbereiding waarmee we de studio ingingen. En wat ook natuurlijk een hele bijzondere historische gebeurtenis was. En na afloop van die uitzending, toen ik de studio uitliep, toen kwamen de tranen. Omdat ik dacht, ik was er toch wel door geëmotioneerd. Natuurlijk. Maar dat is dan na afloop. Ja. En niet op het gebeurt niet live. In de uitzending. Nee. Gelukkig. Ik denk dat sommige mensen zullen zeggen dat ik mijn hele carrière aan een blooper te danken heb. Dat kan ik zelf ook niet uit mijn cv halen. Dus ik omarm het met trots, dames en heren. En daarom gaan we nu even naar een paar bloopers kijken. Hmm. Yes. Ja, licht geruit. Licht geruit. Goedemiddag, dames en heren. Licht. En er was licht. Erwinkel. Over Nederland trekt een noodweer, onweer met harde regen en hagelslag. Morgen waarschijnlijk iets warmer of kouder, zoals u wilt. Nee, warmer. Het weer met Erwin Kool. Mag dat Diana Woei zijn? Kijk ik eventjes zo goed naar waar we zijn. Ja. Mijn telefoon gaat nu. Het volgende NOS-journaal is om 4:00. Heerlijk. Ik weet zo goed wat je bedoelt. Dat zelf trappen op die autocue. Ja. De verkeerde kant op. Maar waarom heb je die van jou er niet in gedaan eigenlijk? Ja.
Ik heb genoeg kans hier live om fouten te maken. Ik denk van, het gebeurt gewoon hier aan tafel. Ik hoef het niet nog te laten zien. Wat zeg je? Bloep dan nog even live. Ik doe niet anders, joh. Ik doe niet anders de hele tijd. Ik wou nog even vragen, want dat is best een lange periode in jouw leven geweest... dat je dat hebt gedaan, Pia. En dan stop je ermee, ga je een heel ander leven tegemoet. Ja. Moest jij afkicken? Ja, enorm. Wanneer merkte je dat? Fysiek. Fysiek? Ja. Want je hebt, ik heb natuurlijk jarenlang om 8 uur moest je pieken. En dat leverde adrenaline op. En ik voelde me gewoon niet lekker. Ik voelde me lichamelijk niet lekker. Omdat die kick weg was? Omdat die kick weg was. En natuurlijk had je wel vakantie, maar daarna begon je weer. En nu was het helemaal weg. En ik ging vinger aan de pols doen. En dat was een opname. Dat was niet live. Ja. En nou ja, dat is verschrikkelijk in het begin. Klopt niet. Want je kan gewoon fouten maken en dan kan je het overdoen. En dan zit dat ergens in je hoofd. Werkt dat ook zo? Ik verspreek me de hele tijd als het niet live is. Ja, ja, precies. En terwijl als je live bent, ben je geconcentreerd en dan gaat het gewoon goed. Vond je het niet fijn dat je toen ineens je mening kon geven over dingen en ergens iets van kon vinden in het openbaar? Ja, dat is natuurlijk mijn overstap naar de politiek. Ja. Is in die zin, ik zeg wel eens, het is mijn politieke coming out. Hè. Dat is heel erg fijn. Ja. Want dan hoef je niet meer neutraal. Je bent gewoon... Ja. Ja, je staat waar je... Ik kan me heel erg voorstellen... Ja. Ik ervaar dat heel erg als presentator van het journaal. Je moet toch neutraal zijn. Ja. Dus ik let altijd wel heel erg op wat ik zeg. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je de politiek ingaat... waar het echt absoluut tegenovergesteld is. Nou, moet je ook nog wel steeds letten op wat je zegt. Ja, zeker. Maar... In een andere zin, zeker. Ja. Dionne, jij moet nog even opletten op je mening. Schatje, jij mag nog niet helemaal losgaan. Maar er is een leven na het journaal, dat weet jij. Een hele leuke ook zelfs. Ja, Eva. Villa Nostalgia met Dionne Starks wordt morgen... En morgen. Je moet nog wel even vertellen. Ga ik zeggen, schat. Komt nu, oké. Villa Nostalgia met Dionne Starks wordt morgenavond om 21:15 uitgezonden op NPO 2. En de hele dag worden de journaals gepresenteerd door oud-presentatoren. En daar ben ik dan zelf ook bij. Heel erg bedankt, dames, dat jullie er waren. En morgen bestaat ook dat andere instituut met het oog op morgen 40 jaar. Dat wordt nu, as we speak, in Utrecht gevierd met een speciale uitzending van het langstlopende radioprogramma van Nederland. En daarom eindigen wij voor deze ene keer, net zoals het oog altijd begint en eindigt, als het goed is. Goedenacht, vrienden. Lekker, hè? Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dank voor het kijken. Heel graag tot morgen.